Wat zorgt er nou voor dat het bij iemand binnenkomt? Dat iemand echt geraakt wordt door de muziek? Een groot, heel groot aandeel in het succes van je muziek zit hem in de performance en de emotie die je in die muziek legt. Ik neem jullie vandaag een dagje mee achter de schermen om eens te kijken hoe alles in elkaar zit. Hier komen dus alle instrumenten komen binnen op de tafel. Mijn voornaamste job is dat de band voor het publiek lekker klinkt en dat het publiek een fijne avond heeft. Dance is niet meer weg te denken uit de hitlijsten en ook heel veel festivals en clubs draaien gewoon dance. De muziek, dat is de bullet en het geluid, dat is de pistool. En die bullet die raak je in het hart. En dat is wat muziek doet. Hip-hop en daarmee rap is de meest beluisterde muziekstijl op YouTube en Spotify. Wat onderscheidt rap van andere muzieksoorten? Nou, met rap kan je eigenlijk veel meer zeggen. Of je nou gaat produceren misschien als DJ of dat je binnenkort naar een feestje gaat. Dance is waanzinnig tof en voor iedereen is er wel een leuke stijl. Hip-hop en rap kunnen soms zorgen voor verwarring. Hip-hop is namelijk een cultuur, maar rap is rijmend praten op de ritme van een beat. Can you hear the beat that is coming now? And it's coming now. Yeah, we raise the fire. Kom je naar huis, lieve jongen? Ik heb je zandbak zo gelaten als hij was. Om een boodschap over te brengen, zorg ik dat het gedetailleerd genoeg is. Dat het voor mij persoonlijk is. En dat een ander zich er toch in kan herkennen. En ik geloof, hoe meer details, hoe makkelijker het is om je erin te kunnen herkennen.